In de eerste plaats ga ik je feliciteren, denk ik maar, gewoon met een overwinning. Je zegt een dankje, dat is mooi. Wat zijn je overwegingen eigenlijk naar deze wedstrijd? Niks, we hebben gewonnen. Ik ben blij met de overwinning. Zakelijk? Ja, zulke wedstrijden zitten er ook tussen. Het was niet altijd even goed voetbal, maar uiteindelijk win je met 3-0. En dan is het op naar de volgende. Eerst lekker genieten van deze overwinning en op naar de volgende. Nu, als wij dan als journalisten, dan gaan we vooruitblikken vaak met spelers naar wedstrijden. Dan zeggen we meestal, wie gaan we nou eens uitpikken? Dan kies je degene die tegen zijn oude club speelt of dat soort dingen. Mm-hmm. Ik ga toch maar vragen, heb je niet bij Vlagen ook een beetje genoten van Heracles? Dat echt hartstikke goed kan voetballen. Nee, maar je ziet dat Heracles een heel goed voetballend ploeg heeft. En sterk, daarom staan ze ook zo hoog. Maar uiteindelijk moet je ze niet als vrienden zien deze wedstrijd, maar als vijanden. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn stinkende best gedaan. En ik ben blij dat wij 3-0 hebben gewonnen. Het ging er ook nu nog vrij vijandig aan toe in het veld trouwens. Ja, maar dat hoort erbij, het is voetbal. Ja? Het is niet per se jouw kwaliteit, denk ik dan. Nee, maar dat hoort wel bij voetbal. En als voetballer moet je allround zijn. En dat probeer ik zo goed mogelijk in te vullen. Nu heb ik voor de wedstrijd even gesproken met Hendrik Kruse. Die maakte zich ooit sterk, samen met Peter Bos, om jou naar Vitesse te halen. Maar die zei toen, meneer Vejinovic, dan ben jij geen nummer 10 meer, dan word jij nummer 6. Maar meneer Vejinovic schijnt toen te gedacht hebben, ja maar hoor eens, ik ben een nummer 10. Of ligt het anders? Nee, het is niet zo anders als ik niet naar Vitesse ga, denk ik. Ze had inderdaad gezegd dat ik als nummer 6 daar moest gaan komen en dat accepteerde ik. Daar was ik heel blij mee, want ik dacht ook dat dat een juiste beslissing zou zijn. Dus daar stond ik ook achter. Maar dat is best, kijk, we praten nu even naar de wedstrijd, maar dat is best radicaal. Je gaat op een andere positie staan, dan moet nog maar blijken of het uit de verf komt. Maar dat kan wel bepalen of jij wil of niet misschien wel die international wordt, weet je wel. Dat zijn best wel echt bepalende momenten in een carrière, of zit ik daarnaast? Nou, ik heb vaker op die positie gestaan, dus het was niet zo radicaal als jij het nu zegt, van nummer 10 alleen maar naar nummer 6. Ik heb het vaker gestaan en ik had vertrouwen in de trainers en dat is goed gekomen. Dan zegt iedereen ook tegen mij, de kwaliteit van Marco, dat is voetballend. Aan de bal, in balbezit. En dat blijkt ook overal uit alle statistieken. Je bent bij veel aanvallen betrokken. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook het moment dan, de omschakeling, je zwakte ligt dan in de agressiviteit, in zorgvuldig pasen en dat soort dingen. Heb je zelf ook dat gevoel of helemaal niet? Nou, daar ben ik hartstikke mee bezig. Daar ben ik elke dag mee bezig. En ik denk dat ook steeds meer en meer de agressiviteit naar boven komt. En dat het de goede kant op gaat. Ja, is het echt iets waar je heel erg mee bezig bent? Van niet meer dromen, voorzichtiger pasen op die positie, meer intercepties, agressiviteit? Nou, mensen weten wat voor voetballer ik ben en welke kwaliteit ik heb. En die probeer ik zo goed mogelijk in te vullen en daarin sterker in te worden. En ook de minpunten die ik als voetballer heb, die elk voetballer heeft, die probeer ik steeds te verbeteren. En ik denk dat die ontwikkeling heel, heel goed is. Het is goed hoor dat je het zeg maar super correct antwoord. Maar het is best wel, er komt veel op jou af op dit moment, lijkt mij. Je bent naar een heel grote club gegaan. Er zitten ontzettend veel mensen. Dat alleen al is een enorme omschakeling. Daar moet je voor aanpassen. En dan lig je ook nog onder vergrootglas, want je bent de dure aankoop. Voel je dat ook zo wel eens zo? Nou, ik denk gewoon dat elke speler, als je bij zo'n club als Feyenoord komt, even aanpassingstijd nodig heeft. Dat blijkt ik ook. Maar ik ben zeker elke training, elke wedstrijd bezig om mezelf te ontwikkelen. En dat gaat naar mijn idee steeds beter en beter. En ja, ik ben hier tevreden bij de club en volgens mij de staf met mij ook. Dus ja, wat de rest zegt, daar ben ik niet echt mee bezig. Nee, nou, wat opmerkelijk is, terwijl er iets meer kritiek komt, dat is nou eenmaal zo op jouw functioneren. Dat hoor ik nou eenmaal om me heen en misschien is het ook wel terecht. Op dat moment word je ook geselecteerd bijvoorbeeld door de bondscoach. Dat zijn twee heel verschillende signalen. Hoe heeft dat wat met jou gedaan? Nee, eigenlijk niet. Ik was heel trots en heel blij dat ik was opgeroepen. En zo zie je maar wie de kritiek levert. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Ja, dat die niet beslissend zijn in de keuzes die ik moet maken of de ontwikkeling die ik maak. Maar dat is van buitenaf, dat is de media vaak, maar daar ben ik niet mee bezig. Ik ben bezig met Feyenoord, met op dat moment ook Nederlands elftal als je wordt geselecteerd. En daar ben ik alleen maar hartstikke blij mee en daar werk ik elke dag hard voor. En dat, ja, daar ben ik dan de enige mee bezig. Je zegt, ik denk ook wel terecht, ik moet niet te veel naar die media luisteren. Maar dan denk ik weer aan Hendrik Kruse zei van, nou, het is ook een lastige jongen wel, die Vejinovic. Want je kan hem niet zomaar overtuigen. Je moet wel echt beelden erbij halen, argumenten. Je moet de feiten laten zien voordat je hem kan vertellen van, nee, dit moet echt veranderen. Klopt dat ook een beetje? Ben je zo eigenzinnig? Nee, eigenzinnig niet. Ik luister graag naar de trainers. Ik ben een persoon die zo goed mogelijk alles wil invullen. Dus als iemand mij ook iets vertelt, dan accepteer ik en dat neem ik ook in. Maar ik zou ook wel graag willen weten waarom, want dan kan ik me daarin beter in voorstellen. Dus, ja. Nu, de eerste helft wat mij opviel, is dat je toch vrij veel intercepties had en een redelijk eerste helftspel. Zou ik zeggen, vond je het zelf ook zo of niet? Ja, ik was redelijk tevreden over mijn eerste helft. De tweede helft,
Nou, dat ging niet zo best. Was die wissel ook logisch of ben je het helemaal met me oneens? Dat is aan de trainer aan mij om te beslissen, aan mij te accepteren. En mijn verstinkende beste doen het volgende keer niet laten gebeuren. Maar had jij begrip voor die wissel? Had je ook het gevoel van, hey, we geven het uit handen en ik ben ook niet lekker bezig deze tweede helft? Ik ben dan vooral bezig met mezelf en met de wedstrijd. En of ik het helemaal terecht vind. Ja, welke speler wil er wel gewisseld worden, is tevreden met wel een wissel. Dus daar ben je nooit tevreden mee. En ja, daar zit ik niet zo in. Nou, maar was je wel tevreden met je spel op dat moment in de tweede helft? Was een kwartiertje bezig? Nee, ik had wel wat balverlies inderdaad. Ja, dat kan je zakelijk constateren. Wat mij dan opvalt, je gaat eruit. Daarna wordt de balans op het middenveld niet beter. Eigenlijk is het op een rare manier, je zit niet goed in de wedstrijd die tweede helft. Komt er iemand anders in, maar het gaat helemaal niet beter bij Feyenoord. Dat zegt maar dat je dus toch op een of andere manier belangrijk bent daar. Maar zo voel ik dat ook, dat ik belangrijk ben. Ik denk dat de trainers dat ook zien met de manier van hoe ik speel, met de lijnen uitzet. Dat ik belangrijk ben op een bepaalde manier voor Feyenoord. En omdat ik vorig jaar heel veel goals heb gemaakt, heel veel assists heb gemaakt, is iedereen vooral bezig met dat. Maar ik ben bezig voor Feyenoord en voor het elftal. We winnen bijna elke wedstrijd, we krijgen weinig goals tegen. We zijn onverslaanbaar hier in de Kuip. Dus ik bekijk het heel anders dan ja, de media vaak. Ja, dat is maar goed, dus we moeten het ook doen. Ik ga wel twee punten van kritiek nog leveren. Hoekschoppen, die komen maar niet uit de verf hier. En jij bent wel een man, je hebt de trap, je hebt het erin. Iedereen weet het, je hebt het. Hoe kan het dat het nou niet lukt? Het is ook een ontwikkelingspunt. Ik train er, probeer er nu steeds meer en meer op te trainen en ik hoop dat dat weer terugkomt. Oké, okay. Laatste dan. Daar schrok ik van. Vlak voordat jij eruit gehaald wordt, krijgen jullie een vrije trap op de rand van de 16. En ik vind, die moet jij nemen. En Dirk Kuyt eist hem op. Is dat ook de rolverdeling dat hij dat mag doen? Of waarom nam jij hem niet? Ja, dat is iets tussen Dirk en mij en tussen andere spelers. En daar ga ik niet zo op in nu. Nee. Nou, ik kan wel voorstellen dat jij dacht van, die is van mij. Ja, natuurlijk. Ik als speler wil ze altijd nemen. Ja. En dan is het maar gewoon even verbijten en dan geef je hem af. Want dat was ook geen goede vrije trap van Kuyt, vond ik. Nee, maar dat is nogmaals iets tussen Dirk en mij en de rest van de spelers die ook willen nemen. En daar belaat ik het ook. Allerlaatste vraag dan. Volgens mij hebben we de allerbeste Marko Vujinović nog lang niet gezien bij Feyenoord. Er zit nog veel rek in, toch? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik me elke wedstrijd en elke training ontwikkel. En dat er nog veel meer rek in zit, inderdaad.